En wederom een vrij onrustige dag op 10 maart op het Damrak. Geëindigd op 484,70. We zijn hoog geweest op 513 en laag op 482. En u ziet de sprieten onder en boven de zwarte body. We zijn wel met een zwarte candle geëindigd en dat is jammer. Gedurende de dag zag het er aardig naar uit dat er gerebound zou worden en dat het gat gevuld zou worden richting 527 tot misschien ietsje hoger. We hebben daar in het lunchwebinar ook aandacht aan besteed en tevens een aantal fondsen gepresenteerd die min of meer hetzelfde beeld lieten zien. Gedurende de middag werd dat al allemaal toch weer prijsgegeven. Erg jammer en dat weerspiegelt wel de onrust en de volatiliteit op het Damrak op dit moment. Betekent het dat de bulls dan weer volledig zijn teruggeworpen en verder verminkt door het leven moeten gaan? Dat denk ik niet. De RSI is wederom teruggekeerd onder de dynamische oversoldlijn. En dat betekent dat er nu weer sprake is van lichte overspannenheid onder in het veld. En ook niet onbelangrijk, u ziet hem daar nog net staan, het groene lijntje op 4,72. Hetgeen ook op de weekgrafiek een uitermate cruciaal niveau is. Tel daarbij op dat de afstand met de gemiddelde lijn groot is en blijft. En de kans dat we gaan rebounden, nogmaals, vandaag hebben we daartoe een eerste poging gezien, die blijft toch wel aanwezig. Alleen, u kent de spelregel, de candle moet dan wel wit zijn en wit blijven. En liefst boven de 500 punten grens. Dan hebben we voldoende ruimte om op te leven, laat ik het zo maar eventjes uitdrukken. En dan kunnen we nu ook nog weer wat FIBO-lijnen erin zetten, richting 530 tot 562 wellicht. We gaan eens kijken of de bulls morgen dat wederom van plan zijn, althans de intentie hebben om weer te gaan rebounden. Zo niet, dan wordt het hele feest wordt uitgesteld en moeten we wachten op meer bodemsignalen en ervan uitgaan en er ook van hopen dat 472 daadwerkelijk het laatste vangnet is. Anders dan gaat het hek helemaal open naar veel lagere niveaus. Spannend, energierijk en ook wel knap vervelend, laat ik dat erbij zeggen. Want vermeende rebounds worden toch weer ongedaan gemaakt. En we moeten kijken of dat morgen weer een tweede kans gaat krijgen. De DAX, eigenlijk hetzelfde verhaal, 1,4% er vanaf. Ook gedurende de dag redelijk opwaarts potentieel. Maar u ziet het net als met de AEX toch weer teruggeworpen. En hier is de cruciale grens op 10.265. Ook hier weer met de RSI onder de OBS-lijn. Dus wat dat betreft mag het DAX-plaatje bovenop de AEX gelegd worden. We zien technisch, charttechnisch althans, hetzelfde beeld. Jammer, het is even niet anders. En we gaan kijken wat de spelers voor ons morgen in petto hebben.